Welkom bij Ruralijn TV vanuit België. We zijn bij het Linnenvis, als ik me niet vergis, in Pelt. En kijk eens wat een hele grote feesttent hier. Bij ons mogen helaas nog steeds geen feestjes. Dus ik wil even zeggen, Mark Rutte, je kan deze krijgen. En wij gaan vanavond toch lekker feesten in België. Want de Belgen die laten zien dat het gewoon veilig kan met de corona-check-app. Dus wij gaan feesten vanavond. Ja, weet je, ik ben niet van het Linnen, maar ja, weet je, je moet die armzalige stakers toch ook een beetje steunen. Je kut moet stinken. Een beetje bier, een beetje inkomsten gunnen. Maar ja, we gaan er wel iets leuks van maken, dus ja, weet je. Kan je ook even een atje zetten? Ik wil vooral zeggen dat de Kennijk beter is dan het Linnen. Maar kan je ook een atje zetten? Belgen zijn goed aan atten. Die van de Kennijk, die kunnen allemaal de best. 3. Is dat een vraag? 2. 1. Atje! Atje voor de sfeer. Hoppa! Lekker hè? Aan de gang! Hallo! Mike, een shout-out doen. Shout-out naar Noordzaals. Helemaal voor jou. En even een shout-out naar de cameraman Ronan. Shout-out naar de cameraman. Hij is nog vrijgezel, alleen vanavond dan. Maar ik heb iets zeggen, dat ding. Jongens, een goede tracteur moet blinken en een goede kut moet stinken. Onthoud dat, ja, voor de boeren. Die klopt. Ja, ja. Wil je ook een shout-out doen? Wil je ook een shout-out doen? Shout-out aan Noordzaals. Noordzaals. Moet je wel een camera kijken, Noordzaals. Noordzaals. Noor, ja, het zal wel. En jullie zijn van Giro. Hamond! Dan zijn we 25 september weer bij de After Summer. Ik ben jarig dan. Krijg jij een biertje? Gefeliciteerd! Wanneer vrouwen drinken wijn? Nee, wij drinken bier. Bier! Dat zijn de echte boerinnetjes. Er staan allemaal logotjes op, waar zijn die voor? Voor de Giro. Dus elk jaar komt er een erbij? Ja, zeker. Maar ik mis nog één logo van Ruderlijn. Ja, dat moet je geven dan. Dan doen we dat wel aan. Ja, is goed, dan geef ik die. Geef maar. Ja, ik ga volgende keer eigen stringetjes maken met logo. Maar nogmaals, shout-out naar Noordzaals. Ja, is goed. En Lana Becks en Bert de Schildermans. En de 25e moet iedereen komen naar? Weet ik niet. Waar is dat? De After Summer Party. Ja, End of Summer Party. Op in Hamond, Posthoorn. Komen. Als jij erbij bent, komen ze zeker. En zeker komen naar mijn feesten. Zeker komen. Ja. Tweede weekend van mei. Ja, hallo, mei. Ik weet niet eens of ik dan nog wel leef met die corona shit. Zeker doen. Zeker komen naar mijn feest. Ik ben serieus. Mei is nog heel ver weg. Dan zitten we misschien weer in de derde lockdown. Dikke bak met Pieter! Ah!
Deze man was net een wilplassen, of niet? Ik hè? Ja. Wilplassen? Ja, natuurlijk niet. In België mag dat. Ik doe geen wilplassen. Doe je wil drinken? Dat doe ik wel. Jazeker. Doe jij ook hè? Ja, ik ook. Ja toch? Ja. En hoe is het nou eindelijk weer een feestje in de coronatijd? Dat is mooi hè? Mooi hè? Ja, dat is wel mooi hè. En we gaan lekker lang door. Dus niet zoals in Nederland om 12 uur muziek uit, maar we gaan lekker door tot 3 uur. Tot 3 uur, jong. En we hebben vanavond scheiden alle Hollanders. Ja, inderdaad, scheiden alle Hollanders. Kom eens hier, jongen. We willen toch een fatsoenlijk interview hebben, of niet? Wat is de vraag? Stel eens een vraag. Wat ben je aan het drinken? Ik ben pils aan het drinken. Dat is schijnbaar gezond. Want, kijk hè, je ziet het. Die biceps worden getraind, maar de lever moet ook getraind worden, snapte? Maar leveren die biceps ook een paar mooie vrouwen op, of? Ja, tuurlijk, maar ik heb ook gescoord, wat denk je zelf? Heb je gescoord? Ja. Weet je wat dat is? Mobicep papa, mobicep. Hey, maar hier is de player vanavond volgens mij, met zijn kettingje, huppa. Ik heb hier al naam, maat, easy. Berucht en beroemd. Oh! Ja, wou ik zeggen? Ja. Daar kan ik wel een paar biertjes bij. Ja. En nog veel meer denk ik ook nog. Hier maat, wacht even. Ja, je hoeft niet uit te... Kom maar, ik heb geld zat maat. Pak maar. En hè? Wat krijgen we nou weer? Oh, dat zijn munten van hier. Ja. Hey, ook wat meer zuipen. Dat is lekker voor een hamburger. Ja, dat wou ik zeggen maat. Ja. Hey, geld zat aan deze kant. Voor alle jeugd hè, onthoud. Blijf werken, blijf sparen, blijf op school, doe je best. Dan word ik net zoals mij veel geld verdienen. Love, ciao. Kan je ook mooi van die blauwe bonnetjes kopen in editie 2025. Ik heb al wat knappe dames gezien. Ik heb er al heel veel. Ja, we zijn eigenlijk op zoek voor de cameraman. Die is vanavond vrijgezel. Morgen niet meer. Ja. Gevaarlijk. Ja. Wij zijn ook op zoek, maar we vinden niks. Ja, dan moet je niet hier buiten staan. Hier staat niet zoveel. Nee, binnen. Die dames zijn bang voor de regen. Ja. Jij snapt het. Daar staan er een paar, we moeten die kant op. Godverdomme, wat een drukte. Hallo. Hey. Even biertje halten, we zijn in België. Biertje halten. Allemaal. 3, 2, 1. Hoppa. Kijk. Hier, mag je een nieuw biertje gaan halen. We gaan even naar achter, want het begint een beetje warm te worden. Ik zwaai je. Doei! Is het gezellig? Ja! Wow. Waar komen jullie vandaan? Meeuwen! En hoe vinden jullie het gezellig? Ja! Maar in Meeuwen is het wel gezelliger!
Nee. Sowieso. Dan moet je... Malsen! Dan moet je ons ook maar uitnodigen in Meeuwen, nee, Gruitrode. Kom naar de Malsen, Meeuwen! Ja, nee, voor... Oh, nou gaan we het krijgen. Even reclame maken. Ja, dat is dan 5 euro. Wij gaan het zien, wij gaan het zien. De Vagabond is coming and everybody's jumping nu. We hebben er hier de Voice of Vlaanderen. Ik denk het wel. Oh, we zijn in Vlaanderen, of wel? Maar hoor je echt goed door die micro? Ik denk dat we wel in Vlaanderen zijn, ja. Ja, toch wel. Wat zijn jullie van Vlaanderen of van Nederland? Van Nederland. Van waar? Van de Spuiten en Slikken on Tour. Dat kan ik niet. Dat is een televisieprogramma. Oh, leuk. Dus jullie zijn bekend? Ja, ik niet. Hij wel, de cameraman. Goed zo, cameraman. Wilt geen handtekening van de cameraman? Ja. Ik wil een handtekening. Alleen, de cameraman zet alleen maar handtekeningen op lichaamsdelen. Mijn hand? Oh ja, kom. Zo'n groot feest kan natuurlijk... Het Linnenfeest! Hoppa! Nou, zo'n groot feest kan natuurlijk niet zonder beveiliging. En ze hebben hier een Total Security. Zou die ook wat benzine in mijn auto kunnen gooien? Gaat eens vragen. Een feestje? Ja, heel goed hè, ja. Altijd op een Linnenfeest. Kiel, we hebben hier alle dagen dingen opbouwen. Vies goed feestje, jongen. Echt waar. Echt. Aanrader, voortouwen, nog beter. Even alle corona eruit zuipen. Kijk, we moeten verantwoordelijk zijn. Code safe. Maar, ik geef u gelijk. Alle corona eruit zuipen. Hoppa, zo wil ik het horen. Lekker man. We staan op dit moment even buiten de tent, even afkoelen, want het is zo ontzettend warm. Jongens, hoe gaat ie? Wij gaan alles goed, lekker bier drinken en kut roepen. En met jou? Ja, gaat prima, lekker weekend, mooi bier drinken, dat is een beer kunnen niet hebben, hè? Sowieso. En waar komen jullie vandaan? Van de Achel, Achel de gekste. Hamond Achel de gekste! Nee, sowieso. Niet Hamond Achel, gewoon Achel. Gewoon Achel. Nou trouwens, wat vinden jullie nou van corona? Ja, een beetje kut eigenlijk. Je kunt niks. Ja. In Nederland kan je helemaal niks. Hier kan je tenminste nog feesten en zuipen. Ja, maar ondertussen iedereen gevaccineerd en zo even, ja. Ja, behalve ik. Maar we hebben een test. We hebben een test. Ik ben wel legaal binnen. Maar we hebben gehoord dat bier het enigste redmiddel is tegen corona. Gewoon genoeg zuipen. Bier is tegen alles het redmiddel, hè. Tegen gebroken armen, gebroken benen, maakt niet uit. Bier. Behalve tegen lelijke wijven. Dat werkt tegen. Ja, daar ben ik misschien. We hebben in ieder geval een muntje, dan kan je nog een bier halen. Om die corona even weg te drinken. Dankjewel. En nog veel succes verder. Kijk ook, jong. Ja. Yo. Dankjewel, Galio. Camera, we staan hier naast de knapste man van Pelt, als ik het goed heb. Nee, Achel. Ook al Achel. Ja, ja. Wat doe je allemaal hier?
Ja, gezelligheid. Hè. Je moet niet zien op vrijdag. Hè. Ja. Super. Ja. Waar zijn die vrouwtjes dan? Want ik heb gehoord dat jij bent echt een vrouwverslinder. Nee, dat moet hier langs zijn. Dat moet hier langs zijn. Hier. Nee, ook niet. Nee, maat. Het is binnen allemaal te doen, hè. Ik weet niet, maar je staat hier buiten, maar binnen is de echte sfeer, hè. Vooral vragen. Binnen is de echte sfeer. Binnen zijn we ook geweest, maar het is een beetje warm. Ja, het is wel een beetje warm. Een beetje warm hier, hè. Hey. We gaan even op zoek naar de mooiste dames van Pelt en omstreken. Ja, dat zou ik u vooral toch aanraden om binnen te gaan. Nee, weet jij er een paar? Ken je namen die we moeten onthouden? Namen? Ja. Oei. Ja, nou, ja, weet je... Ja, niet uw moeder, hè? Nee. Oh. Ja, die zie ik. Als je einde naam wilt hebben voor vrouwen, Siebe Aalen. Siebe Aalen is het vrouwenverslinder van Pelt. Siebe, ah. Ja, die is ook een leerkracht, maar dat maakt een leerkracht. Leerkracht. We gaan er even naar op zoek. Ja, we zien alles. Ja. Ik weet wel of hij of zien alles hier is. Ja, maar die moet wel eens mee naar huis. Want hij kan waarschijnlijk ons vertellen hoe wij nou een beetje ons moeten gedragen, zodat we die vrouwen een beetje meekrijgen. Volgens Siebe Aalen begint het met de kleding. Ja. Het begint. Oh, daar val ik al af. Ja. Amsterdam. Siebe Aalen. Een polo of een hemdje, hè? Polo of een hemdje. Altijd classy. Nooit eens een simpele t-shirt, maar altijd een polootje of een hemdje. Laat maar gaan, hij zit op hockey. Nee. Ja, bijna. Bijna. Voetbal, maar hij is wel leerkracht, dus daarvan kan het wel. Oh, leerkracht, ja dat kan. Kostuumbroekje, puntschoenen. Het moet allemaal classy. Puntschoenen, oh hoor. Ja, Nederlanders nemen ergens anders een puntje, maar... Langs de andere kant zo'n vlotte. Ja. Vlotte babbel. Heel belangrijk, hè? Heel belangrijk. Trouwens, we willen even die dames bedanken hier in dat hokje. Want we hebben net een hele lekkere Bikkie Burger van die dames gekregen. Ja, dat moet je net de dames doen. En eigenlijk lust ik er nog wel in, dus we gaan even proberen of dat lukt met de camera. Ja, we gaan even naar die interviewen, dat lukt dat wel. We gaan even proberen. Jij had honger, toch? Ja. Kom, we gaan even. Ik ben van Lommel Verras. Ik kom uit Lommel. Ciao. Lommel. Lommel gang. Hey, Giro. Overpeltcentrum. Giro meisjes van? Overpeltcentrum. Overpeltcentrum. Ja. Die hebben we nog niet gehoord. Wij zijn de leukste Giro ooit. Hoeveel mensen wonen daar? Kom allemaal aan de non-stop party in maart of april of mei. Ik weet niet meer. In april. Allemaal. April, dat is corona al lang voorbij, dus kunnen jullie mij vragen? Voilà, zo. Paasvakantie. Ja, paasvakantie. Gaan we eieren zoeken? Ja, daar is altijd een eierenzoektocht. Wie de meeste eieren heeft, is gewonnen. Nou, ik heb 2 eieren, maar ik denk dat ik niet gewonnen heb. Helaas. Ja. We houden van onze leiding. Doei! Nou, we hebben net een hele lekkere bikkie gehad van de mevrouw hier. Mevrouw, ja. We willen u even bedanken voor de lekkere bikkie. Is lekker, hè? Ja. De cameraman heeft ook honger, dus we komen straks even terug. Dat is goed. De bikkies hier zijn fucking lekker. Ik zeg, dit is een fucking lekkere bikkie. Alles erop en eraan is een fucking lekkere bikkie. Lekker, man. Lekker eten. Fuck, ja, goed. Hey, als je hier komt, dat is een fucking lekkere bikkie. Ik zeg die, alles erop en eraan, je mist niks. 2 bonnen is de moeite waard. Ik zeg. Is goed. Ja, maar we komen eigenlijk 2 bonnen tekort. Maar dat fixen we straks wel. Ja, dat vind je straks wel. Ja, is goed. Vet. Een nieuwe jeugd van Kouleel. Martenspils is de beste pils ter wereld. 100%. Hey, maar Kouleel, geven jullie ook feestjes? Ja. Girofeest, Bar Tropical, dat is pas geweest, man. Ja, waarom waren wij er niet?
Ja, godverdomme, dan moest je er zijn, hè. Volgend jaar even regelen dat... Volgend jaar krijg jij mainstage alles toegang. Mainstage alles, wc-hokje hier. Ja, wc-hokje. Stuur maar een berichtje, dan komen wij. Dankjewel. Ja, dat is goed. Helemaal top. Onthoud dat, Nieuwe Jeugd Kouwe Lil. Nieuwe Jeugd Kouwe Lil. Hey, helemaal top, hè. Niet jong zuip... Oh nee, dat kan niet. Nee. Nieuwe Jeugd Kouwe Lil. Nieuwe Jeugd Kouwe Lil, hoppa. Hoi. Hey! Hallo! We hebben hier een danseres, ik zie het. Ja, dank je. Dat ziet er mooi uit. Dankjewel. Ja. Nee, ik doe paaldansen. Paaldansen? Ja. Wacht, dan ben ik even de paal. Zo. Ga maar dansen. Dat is een goeie. Ja. Hey, dat is wel een goeie. Ik ben toch lang genoeg, of niet? Nee, nog niet. Die smalt genoeg, dus. Hallo. Ja, ik heb net een bikkie op, die moet er even uit. We gaan even naar de wc. Ja. Doe maar, dankjewel. Is goed. Hoe gaat het met jullie? Zeer goed. En waar komen jullie vandaan? Van Nichtbelt. Nee, is altijd feest hier, hè. Altijd feest. Ja. Lekker zuipen, wat ben je aan het drinken? Biertje. Ja, bier helpt heel goed tegen corona, dus blijven drinken. Ja, dat is waar. Jazeker. Nee, cocktails zijn die best. Wie? Cocktails. Ja, dames drinken cocktails natuurlijk, hè. Ik heb ze nog niet geproefd, we gaan zo even naar binnen. Dat is goed. Welke kan je aanraden? Wodka Red Bull is de beste. Wodka Red Bull. Of gin tonic. Ja, ik moet nog terugrijden, maar de Belgische politie valt wel mee volgens mij. Ja, dat denk ik ook wel. Hier rijden ze niet in een dorp met 100 inwoners. Zou wel goed zijn. Gewoon duur alsof je niet kunt blazen. Nee, blazen kan ik niet. Nee, is goed. We gaan even YouTube. Oh, op welk kanaal? Van spuiten en slikken in België. Nee. Nee, grapje. We moeten wel netjes blijven, jongens. Er is ook jeugd hier. Maar dat wel. Daar moet je even op kijken. Ja, dan komen jullie erop als het goed is, hè. De cameraman moet alles even editen. Wij willen erop. Even een shout-out naar Ronan, onze cameraman. Ronald! Nee, Ronan. Ronan. Ronan, de man die alles kan. Ronan, de man die alles kan. Dat is geen gitaar. Zonder gitaar. Dat is een piano. Oké, we zijn hier in Linnenfest. De beste vijf ooit. Donnie Ruiter is de beste DJ ooit. Geen discussie. Thomas, Donnie is een... We love Donnie. Donnie is een held. Dit was Rudolijn TV vanuit Pelt in Linnenfest. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer op een vuif, een feestje of een festival. En sowieso de 25e. Dan zie je ons weer in Hamon in de Posthoorn. Je kan ontbijten en printjes kletsen. €1,60 voor een pint. Goeie zaak! Ja, maar dat is te laat, want de film is al na morgen online. Dank u wel.